Goedemorgen. Ja, oké. Okay. 'S Ochtends vet, 's avonds vet. Andersom. Goedemorgen. Ik ga een doos vullen met dingen die ik wegdoe. Time to purge. Wij zijn cooler. Before. Nee. Ik wil ons hier. Ja, snap ik. Heel lekker. Mijn haar is net gedaan door Mila. Wow, ze heeft zelfs geborsteld. Heel serieus, water en borstel. Niet ook hij één. Nee. Hap. Nou, nee, niet helemaal op, maar ik moet hem nog wel opknippen. Maar hij is zo goed als op. Dat is die, mijn donkerdere It Cosmetics. Maar ik heb er weer een andere, die is ietsje lichter. Die ik ook al op had raken. Obsessed door deze. Daar gaat het op. We gaan even kaas halen. We hebben alle drie trekken in een kaasplankje. We hebben best wel een tijdje niet meer gemaakt. Ik denk, gaan we even naar Kev rijden en dan even kaas halen en dingetjes. En dan dat lekker als zondagavond. Lekker met de pan, lekker met de pan. Ik ben ready. Ik kom. Ja, zij. Pan. Mijn jasjes nodig nog. Het is Air Max Day, dus dit is mijn. Uit Air Max Day! Yay. Oh my god, so cute. Tijd voor kaas. We gaan kaas kopen. Nee, schat, hou me even aan. Zo. Oh. Je kan er eens goed heen kijken, hè? Och, de lekkerste kef. Als je ooit Amsterdam kaas nodig hebt. Notorious. Lekker. Notorious lekker. Oh. My god. Mila wil heel graag helpen met kaasplankje maken. Dus we hebben deze nu gepakt. Die hebben we schoongemaakt. Doen we een hele of doen we een stukje eerst? Zullen we eerst een stukje doen? Ja, hè? Oké, moment. Deze smeuïge kaas, pak maar met het lepeltje. Doe maar een beetje in het kommetje dan. Ja, zo. Ja, nog meer. Ja. Oh my god, Mila heeft net het kaasplankje heel mooi gemaakt. En ze neemt toch een... Nee, leg maar terug. We gaan het op het toosje doen. Ze neemt toch een lepel, want deze is die super zout. Vind je ze allemaal lekker? Ja, hè? Wow, check even deze honing. Doe maar erin. Hij moet een beetje smelten, denk ik. Dat jij de kabel. En het plankje is klaar. Door Mila. Samengesteld. Oh ja, after. Ladies and gentlemen, mijn man hier is. Wat? Reese's Skillet Kit. Stiekem een klein beetje bijna over tijd, zeg maar. Ja, dit is een skillet. Ik heb hem net helemaal gescrubbed en gewassen en nu ingevet. Dit hebben we dus in Amerika gekocht. Of althans, ik weet niet meer, waar was het er? Walmart of zo? Ja, Wally World. En dan, dit is dan een soort van cookie skillet kit. Dus altijd in zo'n zakje, hier dit. Ja. En dit. Dit zijn dan een beetje dried out. En dus die skillet ook, hè, guys. Dit zat erbij. En hij is dit nu aan het maken. Maar je moet dus 1 tablespoon. Dat is zo raar. Waar staat dat? Dat is echt heel raar. Ja, daar. Op. Dit is een beetje vies. Wacht. Hier. 1.5 tablespoon butter. 1 tablespoon egg. Dat is echt heel raar. Wacht even. Is die niet voor in je... Cast iron skin. Oh nee, dat is de boter. Ja, laat maar. Ik zit te slapen. Hé, ik heb met mijn buik iets ingedrukt. Ja, nou. Zet er maar aan dan. Nee, hij is aan. Maar nou, hè, een hele lepel ei. Zo, dit is het. Ik denk, als ik dit bij elkaar knijp, dan wordt het wel een soort, ja, cookie dough. Dus dan doe ik dat. Die ga ik denk ik een beetje random erin doen.
En dan daar zo. Oké, zo ziet dit uit. Ik heb het geprobeerd helemaal plat te maken, maar dat kan niet. Als in, niet in de hele skillet. Want de chocolate tips zijn letterlijk net zo breed als, of zo dik als, hoe dik dit koekje nu is. Dus ik gooi hem er gewoon maar in. Ik denk dat het toch wel een beetje smelt en dan misschien weer ook weer ophoeft. I don't know. Binnenkant, of de midden, moet wel een beetje zacht zijn, kennelijk. Dus we gaan het zien. Oké, ik weet niet of je het kon horen, want de vaatwasser staat ook aan. Maar hij is helemaal aan het sizzelen. En dat is hem. Kijk, hij is helemaal... Whatever. En ik hoop dat dit nog zacht is. Want dat moet, en dit moet dan crunchy zijn. Nee. Hey. Het ziet er best wel heel erg lekker uit. Yummy. Is het lekker? Ja. Is wat anders of zo? Peanut buttery. Ja, het is wel iets. Komt door mijn skills natuurlijk. Mhm. Gewoon lekker. Letterlijk een beetje toevoegen. You are the peanut butter master. Ik zit op Reddit. What movie have you rewatched the most? Nou, movies, series, bij uitstek. Ik weet wat het bij jou is. Nothing Hill? Nee, Nothing Hill, maar... Nothing. Ja. Of Mean Girls. Of... Die andere Nothing Hill. Juist. Weet je, die kerstfilm. Ja. Nothing Hill. Nee, Titanic kan ook wel. Nee, Titanic. Ik denk Nothing Hill. Ik denk Nothing Hill meest. En Fof is Scarface. Ja, maar wel veel stukken ook, maar toch. Ja, ja, Fof zegt me heel vaak random aan en dan gaat hij gewoon het hele stuk meepraten. En Terminator 2. Nee, denk ik wel. En wat staat er bovenaan bij Reddit? Mocht je Reddit niet kennen, zit echt 10.000 mensen op per seconde. Lord of the Rings trilogy. Twijfel, tussen die en Star Wars wat bovenaan staat. Ja, oh, je mag niet spieken. Oké. Okay. The Fifth Element. Oké. Okay. Dan Fight Club. Ja, de. Logisch. Ja. Tombstone. Met Val Kilmer. Oh, wow. Ja, oké. Okay. The Dark Knight. Back to the Future. Ja, die snap ik ook wel. Wat dacht je van alle Home Alone trouwens? Die heeft iedereen vaak. Oh, die heeft iedereen ook vaak moeilijk. En best is Doubtfire. Ja, maar die zit er niet altijd uit. Ik vind het zo verschrikkelijk. Office Space. Oké, dit heb je nog niet gezien, hè? Nee, ik wou zeggen, is dat niet eentje die ik niet... Dit is echt heel goed. Oké, The Good, The Bad and The Ugly. The Mummy. Die heb ik inderdaad ook vaak gezien als kind. Mummy was awesome. Forrest Gump. Okay. The Matrix. Ja, ook. Oh. Jurassic Park. Ja, dat heb ik echt heel vaak gezien. Ja, The Princess Bride. Die vond ik nooit gezien. Die vond ik trouwens niet zo heel boeiend, maar ik moet lachen dat die ertussen staat. Goodfellas. Raiders. Oh, Casino. Raiders of the Lost Ark. Oké, Raiders of the Lost Ark. Goodfellas. Ja. Megamind. Wat? Megamind. Oké. Groundhog Day. Ja. Sean. Ik wou net zeggen Shawshank Redemption. Ja, Shawshank Redemption. Nummer 1. Ja. En daarna zijn wel veel films nog, maar dit waren degene die de meeste duimpje mogen hebben. Laat even achter wat jullie films die je het meest hebt gezien. Wees er maar op. Je zou denken Home Alone. Ja, die staat er helemaal niet tussen. Nee. Van die kerstfilms inderdaad, die mensen standaard op repeat kijken. Toch? Ja, ja. Laat even achter, dat is de vraag voor deze zondag. Comedy zo. Ja. Wauw, ik kijk echt alleen maar comedy dingen op repeat ook. We hebben Scary Movie 2 ook echt 500 miljoen keer bekeken toen. Ja, Scary Movie 2 is onze favoriete comedyfilm. Dat was heel erg gezien, maar... Ja. Ik ga me afsluiten. Laat even achter bij de comments. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Dat was het. Bye.